Herkennen jullie deze nog? Luna, kom! Koekje? Ja, dan komt ze wel. Ho, ho, ho! Merry Christmas, everybody! Look at... waarom is dit geen kerst? Hallo, kerst? Laat me zitten, ik dacht dat het... Laat me... Ja. Iedereen een hele fijne kerst, want het is kerstmis, jongens! Het is kerst! Ah! Wat word ik toch altijd blij van kerst? Yeah! Bomen! Hey! Oh, er zit hier iets in. Maar ik weet natuurlijk waar jullie allemaal voor kijken. Jullie hebben de vorige keer allemaal duizenden likes achtergelaten. Dus dat betekent dat het kaarsje aangaat hoor. Ja, ja. Mijn aansteken past er niet in. Nu wel. Check dit. Kaarsje staat aan hoor. Ik kom mijn beloftes na. Als deze video de 4000 likes krijgt, dan steek ik het volgende kaarsje aan. En... oeh, deze ruikt ook lekker hoor. Moet je ruiken joh. Ja, dat is lekker, hè? 4000 likes en dan steek ik een tweede kaarsje aan. Maar luister dan, even goed luisteren, oké? Okay? Ik weet dat sommigen van jullie in mijn vorige video zeiden dat jullie het heel irritant vonden dat ik de hele tijd dit shit ding de hele Maar weet je waarom ik dat doe? Omdat, kijk, dit is een mooie achtergrond. Dit is een mooie achtergrond. En zo heb je wat meer diversiteit in de video, weet je wel? Kunnen we dus stoppen met zeggen dat ik niet meer mijn sorry. Dat ik niet meer mijn camera moet bewegen, dank u wel. Ja. Maar vandaag gaan we iets doen waar jullie waarschijnlijk echt al jaren op hebben gewacht. En dat is, wat de fuck zit er in deze koelkast? Oké, misschien vroeg niet iedereen zich dat af, maar... ja. Ik was er zelf gewoon benieuwd naar, oké? Omdat in deze koelkast stop ik dus echt allemaal dingen die ik ooit heb gebruikt in een video of in privé of wat dan ook. Of dat ik heb gekregen en ik geen idee heb wat ik ermee moet. En wat doe ik dan? Dan stop ik het in deze koelkast omdat ik geen andere plek heb en denk, ja, ja, het past. Laten we gewoon daarna gaan kijken, oké? Maar wat hebben we hier allemaal in zitten? Zien jullie dat? Dat is allemaal troep. Oké, we gaan onderaan beginnen en dat is Prit. Leuk. Auw, wat de plant, rot op. Jongens, ik heb de plant gemold. Kut. Oké, maar wat hebben we nog meer? Plakbandrollen. Waarom heb ik er zoveel? Waarschijnlijk had ik ooit één plakbandrolletje nodig. En dan heb ik gewoon een hele rol gehaald. Die ik dus vervolgens nooit meer gebruik. Hey, top. We hebben grondbloemen. Hé, dat is ook altijd leuk. Zal ik hier eentje afsteken? YOLO. Hoe? Ah! Was dat hem? Beter staat er nu niet in één keer iets in de fik, want er kwamen alle vonkjes vanaf. Please, verbrand niet, dank u wel. Wat een murger, gadverdamme. Top, hey, oud en nieuw, ik heb grondbloemen. Yay, vuurwerk, yay, yay. We hebben ook nog bonus mix. 100 brokjes, top, voor Luna. Vaseline, 10 pakjes tissue. We naar 6, maar, Volgens mij is het ook zo veranderd net als met mijn plakbandrolletjes dat ik eentje eigenlijk nodig had. Maar dat ik niet eentje kon halen en dus verplicht een heel pak moest kopen met een stuk of 10 van deze dingen erin. Punaises, ook altijd handig. Oh nee, wacht. Deze waren voor mijn Drama Life video. Die had ik toen op de grond gelegd als decoratie. Nu weet ik het weer. Toen had ik ook maar een paar punaises nodig en moest vervolgens een heel bakje halen. Pakjes kauwgom, ook altijd chill. Deze is wel leeg. En een leeg pakje kauwgom, ook altijd chill. Waarom heb ik die niet gewoon weggegooid? We hebben ook whisky, toch? Dit is whisky of zo, volgens mij. Absoluut citroen. Lekker hoor. Ik wou ruiken, maar toen besefte ik me, er zit geen geur aan, want de dops zit erop. Een leeg lampendoosje. Oké, ja, nee, top. Going egg. Cute, heel leuk. Prettige voorstelling. Een patébon, really? Heb ik dan nog steeds? Deze kaart is inwisselbaar tot 30 april 2017. Beetje te laat, klein beetje maar. Glaspul voor mijn bril. Duizenden visitekaartjes en shit. Check, dit was mijn allereerste logo. Ik weet nog wel hoe deze is ontstaan, want het was in een les. En we mochten iets voor onszelf doen en toen ging ik gewoon mijn hoofd overtrekken. En toen dacht ik, wauw, hieruit kan ik ook een logo maken. En toen heb ik dit logo eruit gemaakt en ja, ik vond hem wel cool. En mijn naam staat hier ook nog met 2 L'en. Ja, zie je dat? 2 L'en. En mijn allereerste kazoo. Allemaal handtekeningenkaartjes die ik nog over heb. Oh, en ik heb hier ook nog D&D kaartjes. Maar ja, die zijn ook niet meer relevant, want D&D bestaat niet meer. Ja. Maar deze had ik gedesigned, dus mocht je zo'n kaartje hebben, I made it. Are you kidding me? Zie ik dat nog goed? Of Jer heeft hier alle kaarten ingelegd? Of zijn dit niet die kaarten die Jer toen had verstopt en ik allemaal heb gevonden? Want ik weet dat er nog steeds een paar kaarten hier ergens in mijn kamer liggen. En ik zie er op dit moment ook gewoon één liggen. Wat de... Hoe kan ik deze nog nooit hebben gezien? Wat? Oké, check.
whatever. Ik pak jullie wel op, Jezus. Kijk die smerige taart hier liggen dan. Gadveer. Hoe kan ik deze nooit hebben gezien? Jezus. Het is ook echt al meer dan een half jaar geleden of zo. Ja, dankjewel Jer voor het verstoppen van kaarten in mijn huis. Heel, heel chill. We hebben hier een Knol Power. Wat is dit? Lensding. Oh ja, die had ik gekregen van Enzo toen op die meet and greet ding in België. Ik had alleen geen plek waar ik deze kon laten. Dus ik dacht, ik stop hem in mijn koelkast. Want dan kom ik hem toch ooit weer tegen zoals nu. Ik heb hier ook een 4 gigabyte SD kaart. Heel chill. Een afstandsbediening. Oh, kut. Alles valt. Help. Ik heb hier super cute ass fanart. Kijk dan hoe leuk, joh. Lachen. Oh, kut. Alles valt. Ik heb hier de game Battlefield 1. Farming Simulator. Super Smash. Pokémon Tournament. Mario Party. Titanfall 2. Mirror's Edge. Little Nightmares. Ook allemaal outdated handtekeningenkaarten. Een hamsterkaartje met daarin. Een berichtje van een fan. Een cd-hoesje van geen game. Heel... heel chill. En deze zat ook nog op die stapel. En dan hebben we nog Super Mario Maker. En dan hebben we volgens mij de onderste laag helemaal gehad. Kijk dan hoe mooi schoon. Wauw. Behalve dit poppetje. Ja, ook nog een poppetje. Oké, dan gaan we naar de bovenste laag. En die is denk ik het spannendst. Want daar gooi ik echt letterlijk alles. Qua troep en shit en ja. We beginnen met Panic Button. Geen idee hoe het hier aan komt, hè. Volgens mij een keer met Sinterklaas gewonnen of zo. Dan gaan we ook even ietsjes meer... ja. Nu zitten jullie er weer lekker goed voor. We hebben daarnaast ook een lamp. We hebben een groen... ja, ja. Ik weet al precies wat dit is. Herkennen jullie deze nog? Nou, ik anders wel. Yay. Laten we verder gaan. We hebben hier ook nog een hele mooie studiolamp. Die eigenlijk in de softbox horen. Maar ik heb er nou van die heulampen in. Omdat ik daarmee hele coole lichten kan doen. Zoals zeg maar, je daar ziet dat gele licht. Wauw, dat is zo vet. Daarnaast hebben we ook mijn helmpie hoedje die ik kreeg toen ik geslaagd was. Volgens mij heb ik hem die dag zelf niet eens gedragen, maar ik heb hem wel gekregen. Hij is wel fancy, hè? Geloof het of niet, maar deze knul heeft wel zijn school afgemaakt. Daarnaast zie ik ook echt kapot veel... oh, wat is dit? Ik wil zeggen kapot veel knuffels. Maar we hebben hier ook iets nieuws. Fanart en een kaart met een pushje erop. Met een heel lief bericht erin van een fan. Thank you very much. Dat is lief, dat waardeer ik. Daarom zit je ook in mijn hele mooie koelkast. Omdat hier allemaal dingen in zitten die ik eigenlijk wil bewaren en niet wil weggooien. Maar wel dus bewaar en... ja, ik heb hier Freddy Fish. En deze heb ik gekregen van Sarah. Dat was toen de tijd ook een fan. Ik heb nog steeds die stinkvis van je, Sarah. Neem hem terug! Had ik hier ook niet trouwens mijn mankini in zitten? Ik dacht dat die hier in had zitten. Of die zit in een andere la voor mij waar ik ook allemaal shit in gooi waar ik vervolgens nooit meer wat mee doe. Maar we hebben nog een knuffeltje. Ja, een soort hamster knuffel. Dat is wel cute. Ik heb hier nog een hele mooie knuffel die ik ooit van mijn ex heb gekregen. Ik heb hem nog steeds in mijn koelkast. Ik heb hier nog een knuffel die ik ooit op een fanmeeting volgens mij heb gekregen. Nog een knuffel die ik van een fan heb gekregen. Oh, dit is wel cute trouwens. Kijk die oogjes. Die is zo cute. Waarom draag ik trouwens deze muts nog? Het is helemaal geen... het is kerst. Kerst gaat voor school, jongens. Dat is niet helemaal waar, maar... boeien. We hebben nog een hamsterknuffel zonder oog. Want die heeft Luna er volgens mij ooit een keer uitgebeten. Best wel sad. Dit is dus wat Luna met hamsters deed. Dan weten jullie ook hoe het is gegaan met Kevin. Nee, dat is niet waar. Die is gestorven aan ouderdom. We hebben hier een haai. Ook heel leuk, dankjewel. Die heb ik ook ooit gekregen van een fan. Oh, dit is de muts die ik ooit heb gekregen bij je toen, ja. Maar deze muts heb ik toen een keer gekregen toen ik bij een fan langs ging. Ik ging zeg maar voor het eerst langs bij een fan en dat was ook nog eens mijn allereerste fan. En die ging ik toen persoonlijk een shirt van mij brengen. Ik weet niet meer waarvoor het was, volgens mij was het een verjaardag of voor kerst of... het was voor iets. Maar toen kreeg ik dus van hun een hosternokkenmuts. Dat is blijkbaar iets bekends in Zeeland ofzo. Ik heb hem nog steeds, Daphne, als je dit ziet. Ik heb hem nog steeds hoor. En we hebben een hele mooie pruik. Ik weet niet meer hoe ik hier aan kom, maar blijkbaar heb ik ooit deze pruik nodig gehad. We hebben hier nog... brillen, nog een bril. Is dit niet die te kleine bril die ik toen ooit had gekocht? Ah, ja, ja, dat is hem. There, look at me. I'm shining bright like a diamond. Dan hebben we nog een stift. Een create your own straal ding of zo. Dan heb ik nog een hamster die op batterij werkt. Oh. What the fuck? Waarom zegt dat ding move? Oh shit! Hij loopt, moet je kijken joh. Kijk dan, de beest beweegt gewoon. Kom eens hier. Hij loopt gewoon. Wauw, wat vet. Oh, weet je waar ik nu heel benieuwd naar ben? Hoe Luna hierop gaat reageren. Ik kom Luna halen. Luna, kom. Koekje? Ja, dan komt ze wel. Kijk eens Luna. Kijk, zie je dit?
Nee, nee, vind je niks? Nee, ga je er vandoor? Oké, okay, doei. Nou, dat was Luna's reactie. Ze vond het heel leuk. Maar dan hebben we nog een kattenmaskertje. Heel leuk. Die heb ik ooit van ook een fan gekregen. Blink blink ketting van mijn setup tour video. Mocht je die nog niet hebben gezien, klik dan even hier op het i'tje. Fanart, moet je eens kijken joh. Prachtig hè? En dan heb je hier nog een fanart. Ja, dat is mooi jongens. Dat is mooi. En we hebben nog een JSS sticker. En dat is dan alles wat in deze koelkast zat. Ja, ik had verwacht dat er meer fucked up shit in zat. Maar dat kan ook zijn dat ik die helemaal in die lade daar heb gedaan. Aangezien daar zit ook nog heel veel troep in. Dus, wil jij nou dat ik die lade eens ga bekijken wat daar allemaal in zit? Doe dan vooral even een duimpje omhoog op deze video. Abonneer je beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En druk even op het belletje zodat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. Dan bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een nieuwe video binnenkort ooit. Ja, het kan namelijk zijn dat ik de aankomende dagen iets minder ga uploaden. Omdat ik me iets meer ga focussen op leukere en toffere content, et cetera. Zoals in januari komt bijvoorbeeld de diss track naar Don. En daar ben ik zelf heel erg high voor, omdat die videoclip gaat echt... Oh, dit shit is op fire, baby! Maar dat is in januari en daarnaast heb ik nog wat andere conceptjes en zo die ik ga uitwerken. 2019 gaat vet worden, jongens! Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne en prettige kerst. En waarschijnlijk zie ik jullie pas in het nieuwe jaar weer, mits ook niet. Volg me in ieder geval op Instagram om up-to-date te blijven waar ik me allemaal mee bezig hou. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Kip, skabba diep, skabba de baboe!